Jimmy Go Internationaal op deze dinsdagmiddag. De nieuwe single van de formatie Sweet. En de titel Fox Underland. Toen heb ik deze plaat ook laten horen. Toen zei ik er reeds bij dat het zo langzaam maar zeker hoogste tijd gaat worden dat ook deze in Nederland wordt uitgebracht. Een opname van die Amerikaanse soulformatie, die Mighty Cloud of Joy. En de titel is ook nog die Mighty Cloud of Joy. Playa de Aro aan de Costa Brava. En dan kan ik inderdaad zeggen, het is hier enorm mooi. Het is een soort paradijs. De lente die is hier volop in bloei op het ogenblik. Ik kan me niet voorstellen dat het op het ogenblik in Scheveningen ook al het geval is, maar... Wie zijn nou je luisteraars? Nou, de oude Veronica-luisteraars kan ik wel zeggen, want ik kom weer heel veel bekende namen tegen. Ik heb in de prullenbak zitten scharrelen, ik kwam ze ook tegen. Ja, de bekende namen, we zullen ze niet noemen, maar het is typerend dat de luisterdichtheid om 6 uur gewoon een enorme piek gekregen heeft weer. Hebt u daarom Stan aangetrokken om de oude Veronica-luisteraars terug te krijgen? Ik heb Stan aangetrokken om... Toen we naar Spanje kwamen, is mijn ploeg in twee verdeeld en ik ontbrak namelijk iemand. Ik had ergens in mijn bovenzakje nog ergens een briefje steken, daar stond Stan Hagen op jukebox. Ik zeg, nou, ik ga die vent even opbellen. Ik kende hem niet. Toen zag ik hem aankomen en ik zeg, jongens, moet hier nog radio maken? Met 2 minuten gepraat met Stan en Stan zegt, oké, het interesseert me. Ik zeg, kom maar mee jongen, we zullen wel zien wat dat gaat. Zo is het gegaan. Maar kijk, daar, is, daar ben ik toch nog altijd aanvoerder. Ik voetbal nog en jij niet meer. Sylvain Tak is wekenlang in onderhandeling geweest met de vroegere Veronica discjockeys, die niets liever wilden dan het geluid van Veronica weer in de lucht te brengen. Een duidelijke provocatie aan het adres van minister Van Doorn. Bovendien wilde Tak's eigen discjockeys niet zomaar de identiteit van Mi Amigo prijsgeven. Je bent niet bang dat de Spaanse regering onder druk van andere Europese regeringen maatregelen zal kunnen nemen, hè? Is dat een oorzaak dat jullie zoveel reclame maken voor het toerisme? Misschien, ik weet het niet. Maar ik denk toch niet dat Spanje zo vlug zal gaan ondertekenen het verdrag van Straatsburg of zo. Ze hebben er tenslotte helemaal niets mee te maken, geloof ik. Ja, maar het is wel een feit dat de hele zomer alle vluchten naar Playa de Lares of Rosa zijn volgeboekt. Ja, dat klopt. Maar dat is misschien dankzij het feit dat wij er veel over gepraat hebben. En zo. Hoe wordt het nou gecompenseerd voor jullie? Blijven hier in Spanien. Financieel ten eerste erg goed. Ten tweede, op de lange termijn is Sylvain dus bezig voor ons met een club te kopen, een breakdancing discotheek. En om ons daar eventueel, als het met Mi Amigo niet goed zou gaan, om dan toch een verzekering voor onze toekomst te hebben. Ja. Zoals hier, 's morgens KD2 rook lopen zo. Hè? Na een dagje slecht weer komen we terug open, de zon schijnt en de horizonten voor Mi Amigo komen ook open. Mi Amigo Radio. Mi Amigo, here we go. Mi Amigo Radio. Mi Amigo, here we go. We zijn hier nog niet weg, denk ik.